Pastoor, een bijzondere doordeweekse dienst. Ja, eigenlijk heel spontaan ontstaan hier buiten bij de kapel van Heukelom. Hier buiten dan de mis gevierd met de jagers en de honden. Feest van heilige Hubertus die we vandaag gevierd hebben. Heer onze Heer, ontferm u over ons. Heer Jezus, Koning en gezalde God. U bent speciaal ook voor deze dienst een speciale klederdracht, hè? Ja, dus in Blerik was de Hubertuskerk, die helaas gesloten is. Ze kreeg van mijn oma en ik heb op de eerste mis mogen opdragen. En daar hebben ze een aantal van deze getuifels. En ik heb er een van mogen lenen in Blerik. En het gewei en het kruis en de mijter en staf die naar Hubertus verwijst. En naar het verhaal van Hubertus dat hij ging jagen en in tussen het gewei bij een hert een kruis zag en zich daarop bekeerde tot christen. U geeft aan dat dit misschien wel zou moeten kunnen uitgroeien tot een traditie. Is het belangrijk dat we dit soort kleine evenementen gaan koesteren? Ja, denk ik toch wel. Het zijn grote evenementen, maar toch de kleinschalige momenten om samen te komen, ik denk toch heel belangrijk is. En het kan ook groter worden, dat is natuurlijk ook heel mooi. Maar ik denk een mooie traditie, kunnen mensen samenbrengen. En toch om Hubertus in ere te houden, Hubertus brood gezegend, traditie. Dus misschien, zoals ik zei, dat het naar meer smaakt en dat we er misschien een traditie van mogen maken samen. Bijzonder om de honden te zegenen. Ja, was misschien een beetje spontaan, want het Hubertus brood wordt altijd gezegend. Ik dacht, nou, zegen de honden ook. En het was mooi om te mogen doen. Het is goed dat we dieren, mensen, dat we mogen zegenen. Dat we ons ook gezegend mogen weten. Het succes van het jachtseizoen zal niet aan de honden liggen. Nee, precies. Ja, inderdaad. Ja. Maas Duinen Centraal. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en download onze gratis app.